een beursrifle. Ik vind niet echt een assault rifle dit. Hadden we geen upgrade? Mister, Mrs. Doe me gelijk maar een upgrade voor dit ding, als het kan. Maar dat kan zeker nog niet. Nou, laten we zitten dan, hoor. Godzamer. Attachment. Barrel choke tube. Oké, dus tighter spread. Het kan wel handig zijn. Doe maar. Gelijk upgraden jullie handel. Waar moet ik naartoe? Wat is dit? Ik zie allemaal items op mijn... hier beneden. Heb ik iets vergeten ofzo? Domme zeg, die zijn zo snel. Ja, leuk hoor, alien. Vuile klaarzak. En ik kan er zo blij blijven staan, maar ik ben toch al dood. Mag niet. Waarom zou je een burstwapen willen hebben als die gasten allemaal op je af kunnen rennen? Dat is zo stupid. Het slaat helemaal nergens op. Oh, we zijn weer hier. On your right. En we hebben een ander wapen vast, oké. Dat was niet te bedoelen. Fuck, ik heb een vlammenwerper. Onder mijn wapen zitten. Fuck you. Heerlijk. Het schieten is moeilijker dan het eruit ziet. Ik ben gewend aan die Call of Duty stijl van richten. Dat je inzoomt en hij pakt automatisch de eerste beste vijand die er voor je heeft staan. Dat doet hij hier niet. Oh shit, sorry. Ik verbrand bijna O'Neill. Go, O'Neill. We hebben hier geen tijd voor. Daar is die klootzak. Laat maar erin. Moeten we ook gelijk upgraden trouwens? Nee, hè? Of wel? Oh, zo zien we wel. Nee, mooi. Toch niet. Heerlijk. Extended max, ja, heb ik niet nodig, joh. Doe eerst die shotgun maar. Hoe kan dat nou? Ik hou die upgrade. Oh nee, niet waar. Leugens. Ik hou die upgrade niet. Of ik had die punt niet, sorry. Die punt om te besteden. Heerlijk, die vlammenwerper. Echt waar. Flawless. Moet ik ook dat, die doctex weer verzamelen? Want dit is dan een ingang. Want ik zie wel zo'n vierkantje op mijn scanner staan. Dat kan ook gewoon het lichaam zijn, maar... Nou, oké. Okay. Kunnen we zelf wachten. Dat is ook best wel een sterk wapen. Dit daarom is die burst waarschijnlijk. Zo snel voorbij. Eén headshot en ze zijn dood. En hier was die collectible. Ja, je stuurt hem niet nog een keer op te pakken. Look up! Come on, O'Neill. We can do this. Geef me een shotgun. Boom! Yes, sir. Heerlijk. Ze gaan allemaal zo snel dood, joh. Sneak attack! Wat heeft de grenadelancer voor, de shotgun voor de tweede. Ook een grenadelancer. Ik weet niet hoe dat werkt, maar... I'll take it.
een goede actie, meneer Alien. Flawless uitgevoerd. Wij moeten daar naartoe, hè? Dan ga ik deze kant op. Oh shit, wat is dit? Armor! Dank u. Hicks shotgun? Legendary weapon? Oh, ik heb hem zeker alvast. Nou heb ik die... Oh, ho, 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 ho. Delicious. Dat is lekker. Je hebt overal collectibles liggen dus. Gewoon in de random plekken van de levels. Kijk eens wat ik heb opnieuw. Nu gaan we eens even klaren. Hoe komt Hicks shot nou trouwens op deze, op dit schip? Hij is sterk, gelijk maar zo. Die shotgun kan sterker. Go, 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 go. Dan laat me zitten, ik neem dat terug. Hij is goed genoeg. Oh fucking shit. Waar de fuck komen jullie vandaan? Nog meer. Winner, 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 go, 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 go. Dan kun je wel even nog. Geen zorgen, opnieuw. Ik heb het gevoel dat ik allemaal dingen oversla. Allemaal collectibles. Want die andere spellen zijn altijd helemaal vol. Met audiologs. En andere mooie dingen. En ik hou van collectibles. Geef me een shotgun. Zlako Axel, we have arrived in the first cargo bay. We make it to the control room, we can pop the doors and blow this shit out into the black. You gotta run this stuff by me before you speaking crazy. Moet je naar boven? Oké. Dat zal eraan te komen. Je kan er wel overheen lopen als er net zo dood zijn. Dat is wel handig. Ik ben gewend aan aliens, als je er overheen loopt, dat je dan levens kwijtraakt. Maar hier niet! Die was sterker dan ik dacht. Hier nog iets binnen? Nou ja. Let's move out! Shit. Open. I got this. Cover my back. That's our exit. Cover me while I get her open. Waarom mag ik die deur niet open doen? Omdat jij dan mijn rug dekt. Fuck off, aliens. Kneed. Ik heb geen kneed. Fuck. Wat heb ik hier? Vuur. Fucking die, bitches. Ik kan lopen. Ah, nee. Fuck, als ze binnenkomen ben ik zo dood. Kan ik niks opsluiten, kan ik niks dicht doen. Kan niks dicht doen. Shit in my breakfast. Ik heb er maar 9 kogels voor dit ding. It's your only ship, Reed. Will be flooded with marines. So let's go find Bella. Oh shit, what is it? Eh, what? Mission complete, what? What the fuck? Doen we het zo? We krijgen een mission complete scherm te zien, dat is een beetje raar. Dat is een beetje raar, man. Meestal zou dat worden gezegd dat je uit de ervaring zou halen, weet je wel. Maar
Hier blijkbaar niet. Hier krijg je gewoon tussendoor opeens een zwart-wit sepia-scherm te zien van, oh, je hebt de missie gehaald. Je bent 20 levels omhoog gegaan. En je hebt er zoveel vermoord. Oh, je begint wel aan dezelfde plek, dat is wel beter. Heerlijk. Incoming fire. Wie de fuck zijn dat nou weer? We hebben serieus twee teams. Fuck you, buddy. En weer een level omhoog. Bring it! Bring it, you son of a bitch! A second volley of missiles just struck the Sephora. We're in considerable evacuation, sir. Oh yeah. Call of Duty ervaring. Mooi zo. Dat kon beter, maar maakt niet uit. Kijk hoor. Nog eentje over de achter. Op zijn minst geven ze je wel levens. Even kijken hoor, hebben jullie nog meer mooie goodies voor mij? Dit was het, hè? Ja. Maakt niet, ik ben er klaar voor. Ik heb weinig levens. Iets meer. Bella, je hoort al lang dood te zijn, joh. Waarom leef je nog? Alright, stand fast, kid. We're coming to get you. The troops are wailing Yutani PMCs. Those are guns for hire. Which means what? It means forget the rules of engagement. They're trying to hide something, and we sure as hell ain't supposed to be up in here. So exterminate with extreme prejudice. Extreme prejudice. Roger that, Bell. Ura to ashes. Get it done. Okay, yeah, that's in the granaten, that. Hier nog iets te zoeken naar, nou, hè?